Bij de locatie Leeuwenburg van de HVA halen handhavers de laatste tijd verkeerd gestalde fietsen weg. Folia wilde er een informatief filmpje over maken. Dat liep net even anders. Jezus, wat is er aan de hand? Zij zitten aan mij en ze zeggen dat zij mijn fiets mogen meenemen. Maar dit is een opleiding, dit is een hogeschool van Amsterdam waar mensen hun fietsen mogen parkeren. Ja. Dus waarom wordt mijn fiets meegenomen? Er wordt tegen mij gezegd dat ik naar een post moet gaan om mijn eigen fiets op te halen. Meneer, kunt u mij vertellen wat hier precies gebeurd is? Even kijken. Niet aan me te zitten hoor. Als gaat u ook mee, hè? Maar waarvoor? Je hindert me in mijn werk. Maar waarvoor? Je hindert me in mijn werk. Ja, ik heb gewoon een vraagje hoe het nu zit. Dan gaat u in de handboeien mee. Dat wil ik wel eens zien. Oh, zo is de fiets. Waar stond hij, de fiets? Waar stond hij? Precies daar, voor school. Bij dat hokje. En dan wordt hij opeens meegenomen. Dat snap ik dan niet. En dat mag dus niet. Staan daar, andere fietsen staan daar en zij hebben ook een sticker. En zij worden niet meegenomen. Hoe wil meneer mij aangaan als ik mijn fiets vast heb? Ik ga nergens heen, meneer. Dit is onterecht. En dat weten jullie donders goed. Kan iemand mij vertellen waarom is de fiets weggenomen? Dat snap ik nog niet helemaal. Mogen jullie toch best wat over zeggen als jullie hem op straat aanhouden? Ik ga niet lopen naar huis. Weet u hoe ver ik woon? Weet u hoe groot Amsterdam is, meneer? Maar dat weet u donders goed. Moet je iets betalen? Moet je een boete betalen? Ik moet of zo? Zeker een boete betalen. En dan ga je. Hé, ik zit niet aan. Serieus. Nee, de mannen zitten aan iedereen. Ze denken dat het normaal is en dat de gemeente alles kan maken. Je kunt niet zomaar aan me zitten. Waarvoor in godsnaam? Ja, meneer, dit staat echt helemaal niet. Ik hoop dat u dat ook zo. Ik word gewoon gearresteerd. Als je wil, kunnen 1000 fietsen kunnen erbij hier op. Maar dat is alleen omdat ze te lui zijn om even om het hoekje te lopen, want ze willen het liefst binnen parkeren. Ze hebben een garage beneden, ze hebben van alles hier. Dat is alles wat ik wou horen en dan was ik weggegaan, maar ik werd in de boeien geslagen. Ik heb geen idee, man, ik weet het echt niet. Maar dat ga ik voor de rest niet over. Kijk, nee, heb je niet aangehouden. Ik vind het wel gek dat ik heb aangehouden omdat ik een vraag stel. Hey, zeg tegen al onze studenten dat ze hun fiets moeten ophalen. We gaan dat ophalen. Ja, dat is ook.